Goedemorgen allemaal. Zoals je ziet zijn we niet in Nederland, want we zijn in Dubai. Dubai. Yeah. Met je mooie zonnebril. Yeah. Het is hier echt hartstikke warm. Het is ook echt nodig hoor, come on. Ja, het is wel echt super lekker hoor, wauw. Het is nu denk ik 30 graden of zo. Zoiets denk ik. We zijn, het is nog ochtend. Ja, we zijn nu in ieder geval dus in Dubai. En we zijn hier omdat Women's Bestie heeft ons overgevlogen voor content shooting. Dus dat betekent dat we veel fotoshoots hebben gedaan gisteren. Yep. En nu gaan we naar een fitness expo, de Dubai Muscle Show heet het. En het leek ons leuk om jullie even mee te nemen, omdat het toch best wel bijzonder is. Weet je, het is in Dubai, we zijn hier nog nooit geweest. Ik weet niet zo heel goed wat ik ervan moet verwachten eigenlijk. Ja, fitness expo's zijn altijd zo anders overal, mensen maar toch hetzelfde. Anders, zeg maar. Er zijn hier heel veel mensen uit het buitenland, dus volgens mij is het één. Kijk nou wie dat is! Hey. Oké, sorry, maar dat is echt super grappig. Gewoon een teammate van mij van vroeger, Bionic Body, die guy komt uit Frankrijk. Cool. En ik zie hem gewoon nu in één keer hier. Oké, hij weet dus niet dat ik hier ben. Hij gaat echt surprised zijn. Hij gaat net doen alsof ik ook een fan ben. Can I take a picture with you? Good luck. Test is again. Can I please take a picture with you? Oh. Hi. How are you? Good, yes, oké, we zijn net binnen en zoals ik dus zei, of wilde zeggen, is dat ze hier in Dubai heel veel verschillende afkomsten hebben. Volgens mij is 1/6 Arabisch. De meeste mensen hier spreken gewoon Engels. Kom uit India, Sri Lanka, noem maar op. Dus je kan hier gewoon Engels praten. Dat is geen probleem. Wij zijn nu bijna bij de hal. Dus ik ga hem even uitdoen. Dan zien we nu zo binnen. We zijn even wat lekkers aan het eten, of tenminste ik, want Jervin dit niet zo. Maar dit is zo chill om dan gewoon zoiets te halen na zo'n fitness expo. Het is echt bom en bom en bom vol suiker, maar het is een cinnamon bun. Dat kan je altijd hier halen. Maar het is zo lekker dit. Oh. Gewoon zijn we even lekker bij het zwembad aan het chillen. Het is hier echt wel heel erg heet, zoals Jer al zei. En het is zo fijn om gewoon even lekker in de zon te liggen als je net uit het koude Nederland komt. Dus dat zijn we nu even aan het doen. En zoals je kan zien, het zwembad is echt heel mooi. Super chill. Echt indrukwekkend. Het is de hoogste toren ter wereld. En we hebben gehoord dat ze hier elke dag, ik weet niet eens meer hoeveel duizend liter doorheen moeten pompen om gewoon koel te houden. Omdat het hier dus in de zomer gewoon 40 graden kan worden. Het is nu december en het is 30 graden of zo. Ja, en dat, ja. Dat water dat gaat dus door de muren heen van de Burj Khalifa, van het appartementen zijn. De mensen wonen daar dus ook echt. Ja, dus als je dat van, niet doet, is het gewoon een levende... Ja, oh, je wordt levend gevraaid. 800-900 appartementen erin zitten. En die waren binnen 8 uur verkocht. Maar we hebben gisteravond ook de show gezien. Ze hebben een lichtshow. Dus dan heb je allemaal lichtjes en lampjes die er overheen gaan. En dan zie je een heel verhaal zeg maar afgebeeld op de toren zelf. Dus als je hier ooit heen gaat, kijk echt in de avond. Dat is echt prachtig. Ja, met de stem van Morgan Freeman. Ja, inderdaad. Fucking vet. En daar, daar en daar en daar zijn dus allemaal zwembaden van mensen in huizen. Het lijkt net alsof je half door de Disneyfilm Aladdin loopt hier. Het is echt prachtig. Overal hoor je echt kerstliedjes en alles is dus kerstversierd zoals je kon zien. Maar het is gewoon 30 graden, het voelt zo raar. Het is gewoon echt gewoon heet buiten. En je hebt gewoon kerstwinkels, kerstbomen, kerstmuziek, hoor je Winter Wonderland, Let It Snow. Maar er is geen sneeuw, niks. Oké, we staan nu in Amsterdam, we zijn net aangekomen op Schiphol. We wachten op Bar die ons komt ophalen met de auto. En ik hoop dat het snel is, want hoe voel jij je?
Ik voel me wel goed hoor, eigenlijk. Yeah. Je ziet er ook best wel moe uit, zeg maar. Ja, onze dagen in Dubai zitten er dus op. Dat is wel heel leuk. We komen hier gelijk terug in de kou. Jas aan en zo, maar ik moet denk ik gewoon even slapen. Ja, Jared is dus wat meer moe dan ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb best wel veel geslapen in het vliegtuig ook. Wel een paar films gekeken. Het is 7 uur vliegen ongeveer. Ja. Maar we hadden ook nog 1,5 uur vertraging. Het is echt een beetje blop, gewoon alles is een beetje basis. We gingen 5:30 slapen, we stonden 5:30 op. Oh ja, dat was het. Oké. Okay. Ja. Dus ja, we hadden eerst 1,5 uur vertraging en alles. Hoe is het met jouw stem? Want vorige keer nadat je zo'n expo had gaan uit je erg was, was je keel. Ja, maar ik weet niet wat er anders was nu met deze expo, maar ik voel me beter dan normaal. Nou, misschien het weer? Ja, sowieso. Het was daar elke dag natuurlijk gewoon 30 graden, zon op je hoofd de hele dag, lekker vitamine D en zo. Dus dat is goed voor je. En ik denk dat we deze keer ook wel beter gegeten hebben, want dat doen we normaal niet. Ja, we hebben het gewoon heel erg naar ons zin gehad, dus we staan nog even te wachten op bar. En we gaan. Letten we op mijn laptop? Ja, okay, dat is een goeie. We zijn in Amsterdam, hè? Dus dat is weer anders. Anyways, ik heb heel veel zin om Snoezer weer te zien. Onze kleine dikke vetzak. Ja, ik denk dat hij nog blijer is om ons te zien. Ja. Oké, ondertussen zijn we thuis. Het is alweer bijna donker hier in Haarlem. Het gaat echt snel. En het eerste wat ik eigenlijk gedaan heb is met Bar eventjes de hele nieuwe Gymshark collectie uitpluizen. Wel? Nee, je ging eerst met Snoezer op de bank. Ja, oké. We hebben eerst Snoezer geknuffeld natuurlijk, want dat kunnen we natuurlijk niet overslaan. En nu gaan we even lekker sushi eten. Heerlijk. Yum. Heb je honger? Yum. Yum. En deze man heeft heel erg honger, volgens mij, ondertussen. Deze? Nee, dat is van ons alle drie. Nee, dit is niet alleen voor jou. Don't. Nee. Echt, het is zo heerlijk om gewoon lekker thuis te zijn weer. We hebben de kerstboom hadden we al opgezet voordat we naar Dubai gingen. Dus dat was heel fijn. Look at it. Dit is wel echt heel cute. En het is van chocolate, toch? Ja. En we hadden chocolate balls voor je gehaald. Die zijn inmiddels op. Wat? Die zijn inmiddels op. Nou, zijn je chocolate balls op? Ja. Shut up, idiot. Ja. Ik denk dat wij even lekker gaan Netflixen en... gaan chillen, vooral, want we zijn echt, echt moe. We hebben 2 uur slaap gehad vannacht en dat is gewoon te weinig. Dus wij gaan de vlog afsluiten. Hopen dat jullie hem leuk vonden. Pieps, later. Bye. Jeremiah. Oh, my bad. Oh, my bad. My bad. Thank you for watching. Ik bedoel, dankjewel voor het kijken. Ik ben echt moe en ik heb honger. Oh, okay. Mijn god. Oké, weet je wat? Later.